Om ook de sportliefhebbers niet teleur te stellen, is ook Drenthe's voetbalteam van de partij. Samen met een verslag van onze eigen expert. Woonwagenkamp Emmen, oftewel WKE, dat is een voetbalclub uit Emmen die de laatste tijd zeer succesvol bezig is. WKE is opgericht in 1966 door bewoners van het woonwagenkamp. De bewoners deden hiervoor mee met een eigen elftal met een plaatselijke bedrijfsvoetbalcompetitie. Het elftal bestond aanvankelijk alleen uit woonwagenkampbewoners, maar al snel kwamen er veel spelers van buitenaf naar WKE. In de huidige selectie is er nog één speler die uit het woonwagenkamp komt, dat is Berend Oosting. Bij de TV30-kijkers onder jullie misschien wel bekend van de Badjebokaal. Door de oprichters van WKE, de families Hendricks, Wolters en Oosten, zit er veel geld in de eerste elftal van WKE. Dit geld komt voornamelijk uit de handel van deze mensen in ijzeren en staal. Hierdoor kunnen er veel, meestal oud-Eredivisie spelers, naar de club worden gehaald. Een voorbeeld daarvan is Anton Jongsma. Hij speelde eerder bij RKC Waalwijk. Met zo'n team wordt er natuurlijk successen verwacht en die kwamen ook. Alleen dit verliep wel een beetje stroef. Na een nieuwe invoering van de KNVB kon WKE eindelijk weer eens gaan promoveren. Het speelde jaren in de hoofdklasse, simpelweg omdat er geen hogere competitie was. Het werd tweemaal kampioen van de hoofdklasse en door de nieuwe invoering konden ze eindelijk naar de topklasse promoveren. De nieuwe invoering hield in dat de clubs uit de Super League, dat is de ene hoogste divisie in Nederland, die konden ook gaan degraderen. Hier ontstond er een soort tussencompetitie tussen de Super League en de hoofdklasse. Die werd gevormd door de beste hoofdklasses van het land en die werd de topklasse genoemd. Nou, het seizoen 2009-2010, vorig jaar dus, dan moest het jaar van WKE worden, zodat ze eindelijk konden gaan promoveren. Alleen dit liep echter niet als gepland. WKE moest ook deze jaar gaan, het seizoen 2010-2011, in de hoofdklasse gaan spelen. En dit jaar was het dan eindelijk zover. Na de play-offs, waarin ook het amateur-elftal van Feyenoord werd verslagen, werd uiteindelijk Hilversum verslagen in de finale met 3-0. En daardoor speelt WKE volgend jaar in de topklasse. Hier volgen de beelden. We schakelen in bij de 83e minuut. Buurmeijer heeft zojuist in de 78e minuut voor de 2-0 gezorgd. Hier, de bal blijft hangen. Hier een heerlijke paas van Anton Jongsma. Daar gaat de bal naar Buurmeijer. Buurmeijer gaat doen hem helemaal voorbij. Krijgt hij hem erin? Ja! Buurmeijer zorgt voor de 3-0. Ongelooflijk. WKE maakt gehakt van Hilversum. 3-0. Topklasse kan niet meer misgaan voor WKE. En kijk, hier is het feestje. WKE gaat eindelijk is daar de topklasse voor... Voor de bewoners van het woonwagenkamp uit Emmen. Hier de heerlijke bal van Anton Jongsma nog een keer. Buurmeijer gaat heel best voorbij. Die is ver uit zijn doel. Hij komt in een moeilijke hoek. Maar Buurmeijer heeft techniek. Hij doet dit geweldig. Hij schiet hem erin. Dit is de 3-0. En dit is de absolute definitieve beslissing. En nu kan WKE heerlijk vrij gaan voetballen. Hier zelfs Raymond Beukenveld komt er helemaal uit zijn eigen doel om het feestje te vieren. Hier gaat de bal nog eens naar Jongsma. Misschien komt hier zelfs wel de 4-0. Jongsma dribbelt op. De bal gaat naar links, naar Hooiveld. Het wachten is nog op zijn moment. Hooiveld is eenmaal kwijt. En hier is ook de derde. Is hij kwijt. Voorzet naar Berend Oosting. Is daar de goal? Nee, hij raakt de lat. De bal nog een aantal Jongsma. 4-0. Nee! Oh, Jongsma, hoe krijgt hij hem voor elkaar? Hij schiet hem over. Ja, Jongsma, je kan er nu kun je er nog om lachen. Maar bij zo'n 3-0 kan dat. Want de topklasse is hier. Namelijk hier. Hier is Doldersum schiet de bal naar voren. En daar is het eindsignaal. WKE promoveert naar de topklasse. Wat een heerlijke wedstrijd. WKE Hilversum 3-0. Volgend jaar zondag topklasse. Inderdaad, WKE gaat naar de topklasse. Het feestje wordt gevierd bij de technische staf en ook bij de spelers op het veld. WKE gaat naar de topklasse. Het wint met 3-0 van Hilversum. En dat is geweldig. Welkom bij een nieuwe aflevering van Badjebokaal. Ik ben weer Roosing en vandaag zijn wij topklasse. Ja, supermooi, fantastisch. Voor het derde jaar weer een lang seizoen. Ja, we hebben het eerder gehad om het kampioenschap van Nederland. Dan zit je in een hele andere roes. En ja, nou moet je gewoon winnen. Nou, en wij hebben zoveel kwaliteit en ervaring. En ja, wij waren er gewoon 100% van overtuigd dat we deze wedstrijd zouden winnen. Wat vorig jaar niet lukte, lukt nu wel. Ja, een jaartje te laat, dat is het, hè? Het is een jaartje te laat, maar ja, we plakken er gewoon nog een jaar aan vast. En dan komt het wel goed. Kijk, moet je kijken in de camera. Ik heb zo hard gewerkt naar deze wedstrijd toe. En dan wordt het beloond met zo'n goal. Ik vind het fantastisch. Maar het gaat niet om mij, het gaat om WK. En dat vind ik geweldig. Volgend jaar kunnen we ons gewoon weer meten met de beste amateurvoetballers in Nederland. En ik denk dat WK de laatste jaren verdiend hebben om daarbij te zijn. Ik vind vakantie vieren vind ik hartstikke leuk en ook fijn. Ik was er ook absoluut aan toe.
Maar dit is een lekkere onderbreking dat je hier naartoe gaat en dat je dan uiteindelijk ook nog topklasse mag worden. En in overigens mijn optiek gewoon dik verdiend. Nou, de belangrijkste wedstrijd van het jaar voor ons om promotie naar de topklasse. En dan baal je dat je op de bank zit en dan kom je erin en dan schiet je 2 binnen. Nou ja, 3-0 en dan is het alleen maar feest. Groeten uit Drenthe heeft zelfs nog de mogelijkheid gezien een lokale ster te strikken voor een telefonisch interview. Dag Jans, zo door een zie je op dit moment in de auto. Ja, klopt ja. Ja, en je gaat een optreden? Ja. Oké, leuk. En waar is dat optreden dan? In Makkelo. Ja, leuk. Spannend. En we vroegen ons dan nog af, hè? Komt er nog een live CD van de hoer? Want met de concerten die je gegeven hebt. Nou, ik heb zoveel vragen aan de mensen de laatste tijd van mijn fans. Wanneer er weer een DVD komt. Nou, ik heb nog een platencontract met mijn platenbasis. En dan gaat het gewoon door. En dan gaan we een keer over brainstormen wat we nu gaan doen. Natuurlijk, volgend jaar een nieuw album. En ik denk heel veel mensen, fans van mij, zitten wachten op een DVD. Ik weet niet of dat volgend jaar gaat plaatsvinden. En misschien ooit een keer. Ik denk ooit een keer een mooie kerstcd te gaan maken. Ja, dat is leuk zeg. En er komt ook een mooie clip erbij? Ja. Ja, leuk. Als je mag kiezen, hè, tussen Assen en mijn Hoogeveen. En waar heb je dan het meeste contact met het publiek? Moet even nadenken. Van de 3. Ja. Ik vond Assen vond ik heel leuk. En natuurlijk was het begin, er heel veel spanning bij. Ja, tuurlijk. Maar ik denk dat toch het laatste, dat liep ons zo ontzettend gesmeerd, weet je wel. Ja. Vanaf begin tot het eind ging het goed. Het geluid bleef goed. De mensen waren gelijk enthousiast vanaf begin tot eind. En, ja, dat blijft de meeste bij van de 3. Het laatste concert wel heel goed was, ja. Nou, we kijken nu naar wat we volgend jaar nog allemaal van je zullen horen. En ik kan nog één vraag, hè. Ga je komend jaar nog zelf nieuwe nummers schrijven of word je dan weer ondersteund? Nou, ik ga dit jaar wel toch weer bemoeien. Ik volgend jaar ook al met de stijlen van muziek. Ga ik wel doen. En nou goed, daar ben ik nu alweer mee bezig, een klein beetje. Er zit eraan te komen met een nieuwe single. Ik heb toch gezien, daar volop ben ik ook weer zo leuk van een concert geven. Met bijvoorbeeld het liedje Amigo, I Just Land a Friend. Dat ontzettend goed bij mijn publiek doet. Dat is ook de gevoelige kant van Jan. Net zoals een liedje Adio Moradio. Is dat ook weer een liedje Amigo, I Just Land a Friend. Is ook een liedje wat toch wel... Dat is toch een liedje met die akoestische gitaar, hè? Dat vind ik heel erg mooi, Mark, zo. Ik mag er eigenlijk niet verklappen, maar we gaan de single uitbrengen. Misschien dat er een unplugged, oftewel een beetje een live. Hartstikke leuk. Nou, veel succes daar. Hartstikke bedankt dat je hem tijd voor ons kon vrijmaken. En nog succes met het optreden, hè. Houdoe. We zijn nu uitgekomen bij ongeveer het heden. Want ook nu heeft Drenthe ons nog genoeg te bieden. Maar wat eigenlijk allemaal? Ik weet het is niet te geloven, maar het is zo. Als ik die disco hoor, dan trill ik op mijn benen. Dan zegt mijn vrouw, al krijg je weer die rare wegen. Zonder disco in mijn huis kan ik niet leven. Laat ze die andere prut maar aan de koeien geven. Turn on.
eerst maar wat slapen en dan zie je wel weer. Want we